Lukt die, Angelo? Ja, dan ga... Wat is dit? Jongens, Yarasky hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online freeroam aflevering. Hier samen met de one and only spotschijnwerper Magic Mike. Yo. Yo, met de one and only etende Ryan de Bakker. Nee, gedacht. En met Angelo de... geen idee. Ja, wat is dit? Ja, sorry ouwe, ja, je zit gewoon op je motor. Maar Angelo de Vliegende Man. Ryan, dat is een hint. Ja. Angelo de Vliegende Man. Hallo. Ryan! Ja! Angelo de Vliegende Man! Zo! Oh! Dat ging niet helemaal volgens plannetje, Oh, rustig jongens! In ieder geval, we zijn hier vandaag met z'n vieren, want jullie hadden in de reacties achtergelaten dat ik dit graag wilde zien, dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zijn kuit op lijkt nog straks super gaaf vinden. En wat we gaan doen jongens, let goed op, is we gaan zo meteen op volgorde, als je even je motor aan de kant zet Angelo, even mooi in het midden, kijk, hoppatee. Rijn die gaat fikkie stoken als brandweerman zijnde. We gaan zo meteen 1 voor 1 de snelweg op en de allereerste auto die je tegenkomt, dat is de auto die je moet pakken. En dat is de auto die je moet gaan tunen om een wedstrijd tegen ons in te gaan racen. Dus we beginnen bij de pyromaan denk ik. Wat is dit voor slechte jerrycan? Ja, hij gaat niet in de fik, dat is jammer jongen. Dat was... Hey, dit is toxic jerrycan. Je wilde verkeerde gegooid. Wat? Het was gewoon een jerrycan van een paar jaar geleden. Dat is al hoe lang we geen freeroam meer hebben gedaan. Wat? Jouw auto rijdt de verkeerde kant op! Ja. Wat is dit nou weer voor onzin? In ieder geval, Ryan, jij bent de eerste persoon. Dus je moet je ogen dicht doen en stoppen met schieten. Want anders kan je geen auto pakken. Dan gaat het helemaal fout. Ja. Dan gaat ons hele plannetje fout. We moeten even wachten tot ze denk ik gekalmeerd zijn hier. Want ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ja, we gaan naar de andere kant toe. Ja, we gaan de andere kant op. Als wij af hebben geteld, Rijn, moet jij de eerste auto pakken die er aankomt. We tellen gewoon op een random moment af. Nee, ja, je wordt aangereden, maar dan pak je de auto, ja? Oké, we tellen gewoon op een random moment af, dan moet je gaan lopen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gewoon rust. Nee, andere kant op! Andere kant op! Gewoon lopen, gewoon lopen, gewoon lopen. Oh, er komt er een aan. Er komt er een aan. Je mag niet kijken, hè, Rijn? Hij heeft die auto. Oh, jij hebt die! Ja, die moet je pakken! Die moet je... Wacht, hou hem tegen, jongens. Hou hem tegen voor Rijn. Dat is voor zijn auto. Pak hem, jongens. Pak je motor dan, jongens. Niet erachteraan rennen. Wat gekken zijn het ook. Hij ontsnapt, hij ontsnapt. Oh, ik heb iemand anders. Yo, die gast die rijdt snel, jongen. Ik hou hem in mijn vizier. Jawel. Pak hem, jongens. Hij rijdt daar voor me. Hey! Ik hou hem tegen, ik hou hem tegen. Mag ik hem neerschieten? Jawel, hè? Ja. Hij heeft Ryan doodgereden. Ja, daarom. Oké, hij is neer. Je auto staat hier, Ryan. Oh nee, hij is nog niet neer. Of wel? Oh. Hij is nog niet neer. Hij is nog niet neer. Hij is nog niet neer. Pak hem! Hij is helemaal achter me. Ik kan niet raak schieten, joh. Oh, ik heb hem, ik heb hem. Oké, hier is je auto, Ryan. Ja, breng hem even. Zo. Oh, breng hem even. Zal ik hem brengen? Wat is dit nou weer? Breng jij hem even, Mike. Dan gaan Angelo en ik de volgende auto kiezen, ja? Ik moet eerst even Lester bellen. Dat gaat niet goed namelijk. Komen jullie dan weer deze kant op zo? Ja. Of jullie hierheen? Die auto van hem, jongen. Oh ja, wij kunnen ook die kant op komen. Ja, ga die kant op. Oké. Angelo, jij mag. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, nu oversteken. Oké. Oh, jij lucky bastard. Er komen nieuwe auto's aan. Als je naar de overkant redt, moet je gewoon weer omdraaien. Ja. Pas op, er komt de politie. Moet ik die dan? Ja, maar die kan je niet tunen. Nee, die telt niet. Dat is een politieauto. Ik ga ook lopen, Yo, wat auto heb ik? Oh, nee! Wat is dit voor toewagen? Waarom heb ik deze? Oh ja, ik heb ook geen chillen. Ja, maar hij heeft me aangereden. Nee, politieauto telt niet, want die kan je natuurlijk niet tunen, bro. Dus die telt niet. Deze kan je pampen bij Benny. Oh, maar je zit hieronder, Jan. Ik ben helemaal ergens anders gespawned. Ja, dan moet je... Pak maar een auto, kom weer naar ons toe. Kan iemand mij even helpen? Want ik heb politie achter me aan, jongens. Alleen ik kan Lester niet meer bellen. Dus als iemand mijn auto even kan veiligstellen, dan is dat wel handig, denk ik. Of ik stap even bij jou in de auto, ik even Lester zelf weg. Dat mag ook. Waar ben jij? Oh, dat is Ryan. Ik ben helemaal bij het stuk waar we Ryan, wel je auto houden, hè? Geen politie achter je aan krijgen, bro. Dan telt het niet meer na. Bro, ik kan deze pampen bij Benny's, hè? Ja, maar ja, wil je zoveel geld uitgeven? Heb je überhaupt zoveel geld? Mike, stap in. Bro. Ik heb een lekker band. Ja, die kan het altijd shooten, dat maakt niet uit, kom. Lester. Wij bellen voor de politie weg. Ja, en dan moet ik alleen nog even voor een auto gaan... ja, en Angelo, want die was aangereden op politieauto's, dus die telt niet. Ik heb weer zo'n joker gepakt. Niet tegenaan rijden. Nee, niet, Ryan, pas op nu, want anders hebben we weer politie. Pas op alsjeblieft. Ja, ga maar weg politie. Oh, yo. Ik kan niet uitstappen, wat doet die gek? Ik heb politie! Ryan, stap uit, anders gaat je auto weg! Nee, Ryan, uitstappen, uitstappen! Jongens, uitstappen, we mogen de auto's niet verliezen! Het gaat ook weer helemaal fout. Waarom hebben wij anders van die stomme plannetjes, jongen? Ik heb geen politie. Ja, maar die vent reed tegen mij. Ik ben veilig. Ik deed niks. Mag ik heb jij ook politie, Angelo? Ja. Waarschijnlijk kon ik in een stille auto zitten. Dit gaat er helemaal verkeerd. Wacht, we spreken even op een ander plekje af, ja. Ik rij wel over de snelweg gewoon af. Ja, ik moet alleen nog voor een auto. Ja, ik ook. Ja, en Angelo ook. Maar met die politie gaat het niet lukken. Ik rij even een stukje weg. Bro, ik heb een lekker band. Ja joh, hij is een klein stukje rijden. Lekker, lekker, lekker. We kunnen zo meteen gaan tunen en dan kan je helemaal je eigen, naar je eigen smaak pimpen, hè. Oké, ik sta op een nieuw plekje, jongens. Niet schieten hier. Niet beuken hier. Nou, als jij nou niet eens een spoiler op. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Niet rustig, rustig rijden. Kan toch niet remmen, bijna. Goed zo. Wij staan, jongens. Wij staan. Oké, mijn politie is weg. Ik had even geen rekening gehouden met de politie. Die hebben we in races, hebben we die niet, hè? Nee, klopt. Jongen, voordat we een auto hebben, zijn we al een uur verder, jongen. Ja. Dat gaat helemaal nergens over. Oké, dan komt Angelo weer aan zo te zien. Hallo. Oh. En dan komt Mike weer aan. Hallo. Oh. Gaat goed, jongens. Ja, als Mike, als jij nou gewoon deze kant op loopt en Angelo de andere kant op loopt, dan hebben jullie tegelijkertijd een nieuwe auto. Mike. Zijn jullie er klaar voor? Alle twee een andere kant van de weg pakken. Okay. Jij gaat de andere kant. Zeg maar. 5, 4, 3, 2, 1, lopen maar! Ik ga alvast op een van jullie motors zitten, denk ik. Wat? Oh, Mike, die heeft geluk. Angelo, nee, hetzelfde auto als... Ja, Mike, die deze auto. Jongens. Wat heb jij? Welke heb Angelo? Die grijze daar. Ja. Is dit... Nou... Ja, bro! Angelo is ook aangereden, maar ik zag het niet. Ik zat naar Mike te kijken. Ja, Mike die heeft dezelfde als Rijn. Ja. Mike die heeft dezelfde als Rijn. Welke auto was het dan, Angelo? Als je hem ziet hier op de snelweg. Ja, ongeveer zo eentje als jou, Jan. Oh, ook zo'n SUV? Ja. Of zo eentje? Ja. Hier, pak hem maar. Okay. En Rijn, wij hebben gewoon precies dezelfde kleur. Dit gaat, we hebben echt allemaal poepauto's, jongen. Dat is niet normaal. Ojojoj. Nou, op naar Benny's. Waar ze dichtbij zijn de Benny's hier? Oh, kijk, gewoon om de hoek. Oké, follow me, jongens. Follow me. Nou, ik wil mooi wel bij Benny's gaan pimpen, hoor. Daar gaan we. Ja, Benny. Ja, maar dan ben je echt gewoon een paar miljoen kwijt, hè, bro. Maakt het toch niet uit. Oh, maar je bent altijd dezelfde en wij hebben altijd dezelfde. Nee, jij bent net een andere. Luchter, man, nou. Ryan, jongen. Dit gaat echt niet goed komen, dit, jongen. Naar links, Jan. Hey, ja, naar links. Ja. Hier, hoor. Ik rij goed. Ik heb een waypoint, namelijk. Lukt het met je lekker band achter me? Oh, gaat lekker. Ik wil je niet aanrijden. Ja, we gaan zien dat mensen me beuken. Daar komen ze aan, hoor. Game hier, jongen. Let's go. Nee, niet schieten, jongen. Dan heb je weer politie achter je aan. Schiet er nou niet op mijn band, hè? Jongen. Ja, Ryan die zit hier, jongen. En alle twee ook gewoon. Oh, man. Wat een man, jongen. Jongens, toch. We kunnen niet eens de flipzaak bereiken. Nee, wat doe je nou? Niet mijn band. Ik heb hier niks misdaan. Nou, Ryan, nou. Ik ben zo aardig voor iedereen. Miserie, hè? Nee. Oké, wij kunnen alvast gaan zoeken. De politie. Maar mag ik hem bij Benny's, als hij bij Benny's mag ik hem dan pimpen bij Benny's? Ja, voor mij wel, maar daar ben je denk ik wel voor bezig, of niet? Ja, is goed. Maar ik pimp snel. Nee, niet doen. Oké, wij gaan alvast hier tunen, Mike. Dan moet je even heen en weer rijden. Ja, mijn band is nu lekker. Als hij niet bij Benny's kan, dan heb je een probleem. Dan heb je hem niet gepimpte auto gewoon. This can also be tuned by Benny's. Benny's, oké. Nou, dan hebben jullie wel een goede auto gekregen, hoor, eerlijk. Ik kan mijn bumpertjes aanpassen. Wat een verschil! Wel, ik kan deze auto toch niet tunen, jongens. Wat is dit nou? Nou. Betere motor erin. Ik maak hem gewoon zo snel als ik kan. Ja, maar ik loop te driften, jongen. Omdat... Hé, maar Jan, ik kan niks aanpassen. Kan je niks? Ik heb geen bumpers, ik heb geen skirts, ik heb niks. Oh ja, helemaal niks. Maar je kan het wel sneller maken, Angelo. Je kan hem sneller maken. Ja, maar ik mijn geld kwijt. Ja, wil je de race winnen of niet? Ja, dat wil ik wel doen, ja. Nou, dat bedoel ik. Let's go. Nou, ik ben nog niet bij Benny's, jongens. Iedereen verspeelt zijn geld hier, jongen. Dat gaat helemaal nergens. Mike gaat zo lang bezig zijn bij Benny's. Ja, maar we kunnen zo wel naar hem toe rijden. Zet er wel verzekering op, jongens. Dat kost 5000 ongeveer, maar is wel handig, denk ik. Even mijn nummerplaatje, kijk eens aan. Respray doe ik als laatst. Ik kan er verkopen voor 44.000, maar ik heb er al meer geld in zitten, dus dat is ook niet handig. Echt een SUV laag aan de grond. Ja, zo knijterlelijk, jongen, maar ik doe het wel. Dit wordt er ook niet mooier op. De tornado is het. Ja. Wat zijn dit voor bandjes? Gadverdamme. Ik zet er... Oh, ja, we gaan deze ronde zetten. Ja, zeker weten. Oh, ik heb hier ook goede wieltjes voor. Ik zet deze ronde. Hoppa. Ojojo, dit wordt lelijk, jongen. Ik tune hem eigenlijk best wel mooi, maar alsnog wordt het lelijk. Custom tires, laten we dat maar niet doen. Bulletproof tires wel, want ja, ik ken Ryan. Maar niet. Is iets anders weer lek. Wat kunnen we nog meer? Ik kan alleen maar Windows nog. Ik ben al klaar, jongens. Nee, joh. Ik kan helemaal niks aanpassen op deze auto. Ik ben net pas begonnen bij mijn bumpers pas. Hey, daarom moet je opschieten, hè? Ja, ik ga hem zo laten. Dit zegt knijtertje lelijk. Wacht, kan ik niet een andere, mooiere kleur vinden? Nee, ik laat hem gewoon zo. Ik ben klaar, jongens. Ik zal... Oh, het regent ook nog eens. Ik zal hem even mooi inparkeren. En dan gaan we eens even kijken hoe die voor jullie draait. Ja. Ik vind het eerlijk nog best wel een mooi autootje zo, hoor. Ik weet niet waarom, maar... Nou, ik vind hem nog best wel mooi. Ik wacht rustig op jullie in de regen. Laat mij maar weer in de regen staan, hè. Jongen. Oké, reisauto. Dat gaan we zien. Pam, pam, pam. Zo! Zo, dat is een lekker geluidje, bro. Ojojoj, wel mooi inparkeren, hè. Kijken of het het sterkste punt is. Oké, netjes. Nee, je rijdt vol tegen de muur. Je rijdt vol... Jawel, kijk maar. Jawel, bro. Nee, ze staan er niet tegen. Nee, omdat je er vanaf bent gebouwd gewoon. Nee, kijk, ze staan er niet tegen. Maar mooi getuned. Ik vind het wel een cool auto. Kan die ook wel even verplaatsen als dat wil? Nee, doe dat maar niet. Ik kom er ook aan. Oh, daar komt Angelo ook aan, hoor. Hoe ziet Angelo zo? Dit is zo'n vette fout, of niet? Hey, als je die als Uber hebt, dan is het best wel pimpy, denk ik, hoor. Hey, pas op. Mooi inparkeren, daar gaat hij. Kijk. Dat scheef, we hebben wel een mooie variatie aan autootjes, jongens. Je staat... Jan, ik sta niet scheef, moet je kijken. Ah, hij staat nu niet meer scheef. Wat? Ja, laten we even naar Mike toe rijden dan. Even kijken waar die is. Maar die is helemaal hier. Oké, Mike, we komen eraan. Als we er zijn, dan moet je klaar zijn, hè? Nou, dan ben ik nog niet. Oh, wie zat er bij mij in de auto, joh? Ik had het helemaal niet gezien. Er stapt in één keer een brandweerman uit. Toet, toet. In een treintje, nee, hoor. Oké, daar komt hij. Ja, in een treintje. Daar gaan we. Niet beuken. We rijden netjes. Dan met die regen is dan niet... We stoppen voor rood, jongens. We houden ons aan de regen. Hey! Ja, gek, jongen. Je hebt een stopwoord! 5 seconden. Jongen. Nou, laat dan ook maar zitten dat netjes rijden. We hebben het geprobeerd, hè. Geen randjes pakken. Weet je wat ik vroeger altijd in San Andreas deed? Dit is eigenlijk best wel een beetje raar, denk ik. Ik cheat, zeg maar, altijd zo'n tanker in. Weet je wel, zo'n vrachtwagen met zo'n tanker erachter. Ik weet de cheatcode ook niet uit mijn hoofd meer, maar ik doe de tijd wel. Ik kan niet sturen in die auto rijden, ook niet, jongen. En dan ging ik me altijd aan de regels houden, dus ik ging altijd stoppen voor rood. En ik wou eigenlijk ook altijd mijn knipperlicht aandoen, maar ja, dat kon helaas niet. Dat kan nog steeds niet in GTA, jammer genoeg. Maar ik ging me altijd aan de regels houden met die tanker. Ik weet niet waarom met de tanker, ik weet ook niet waarom niet gewoon met de normale auto, maar alleen maar met die tanker, dat vond ik leuk. Drugsimulator. En op een gegeven moment reed ik gewoon de sloot in en dat was het. We zijn er, Mike! Mike zit waarschijnlijk nu nog maar bij de spoiler of zo. Nee. Ik wil die pinpak van hem wel zien. Nee, maar die kan je echt vet tunen. Ja, dat weet ik. Hoeveel geld ben je al kwijt? Voor een beetje een 300k of zo. Ik parkeer hem ook even in, bro. Ga je er ook aan? Ik ben ook ingeparkeerd. Kijk eens aan. Hoppatee. Ik kijk er niet meer uit. Ja, dat weet hij weer, hoor. Nee, moet ik niet voor mijn garage gaan staan, hè, Angelo? Dan kan ik niks doen, jongen. Ja, wat denk je zelf? Kijk, hij gaat nu ook open. Ja, daar moet je even je fantasie voor gebruiken. Kom maar even hier kijken dan. We gaan even in de shop kijken. We kunnen echt naar boven hier, joh. Hé, mijn auto! Ja, nee, niks aan het handje, joh. Hé, ik kan hier gewoon chillen. Echt? Ga weg, kijk. Ja. Dit is mooi. Dit is een mooie thumbnail. Hé, gooi die drum solo even, Ryan. Kom op. Dit is wel een mooie thumbnail. Oh ja, dat is waar. Kom, we gaan even een foto maken. Er staat Mike er niet op, die is nog aan het shooten. Nou. Wacht, jongens, wacht. Ryan die gaat drummen. Wacht. Wel in het frame, hè, Angelo. Oh. Sorry. Kom. Oh. Nee. Ik kon je foto aan het maken, joh. Wat is dit nou weer dan? Yo, ja wacht, ik moet weer even opnieuw een selfie maken. Hier. Even een selfie, wacht. Niet slaan hè bro. Nee, sorry. Pas op hè. Op, hè? Wat is dit voor thumbnail, ouwe? Je staat ook echt precies achter de microfoon op mijn scherm. Wie zijn auto staat hier? Je moet even Jan. Jullie zijn wel lekker bezig, jongens. Ja, Mike, je tijd is voorbij, bro. Ik ben al klaar. Hij is al klaar, naar achter, jongens. Oh, hij staat hier al. Even kijken. Kijk, zo! Gatmaat. Maat, wat heb je ermee gedaan? Wat is dit? Hij staat gewoon 10 minuten in die pimpshop en dan... Oh, hey, je hebt wel alle radiozenders met die antennes. Ja, ja, die antennes met die bolletjes er ook op, jongen. Maar lelijk ding. Oké, jongens, tijd voor de wedstrijd. We gaan eens even kijken wie dit gaat winnen. We hebben allemaal de waypoint bij het doolhof staan. En we moeten ons natuurlijk aan de route houden die wordt aangegeven. We mogen niet van die route afwijken. Hey. Behalve als je gebeukt wordt, dan kan je niet anders natuurlijk. Maar, bij de 5e toeter van mij moeten we gas gaan geven, ja? Ja, dat is niet mijn toeter. Zijn jullie klaar voor? Ik heb geen game sound. Ik ook niet, maar maakt niet uit. Dan heb je een probleem. Ja, moet ik een granaat gooien? Ja. Nee, dan heb je politie achter je aan. Dat maakt niet uit, bij het Lester. Gooi hem dan. Oh. Hij is zo terug, jongen. Oh! Nee! Nee! Dit meen je niet ook, jongen! Ik zat te wachten! Ik heb 5 keer getoeterd, by the way. Ik kom eraan. Ik heb geen politie. Oh, oh, beter. Oh, dat ding duurt zo. Zo, man! Wat doe jij, jongen? Hij ligt op de kop, Mike ligt op de kop. Heeft hij echt gewoon een $1 miljoen aangegeven aan zijn auto en dan ligt hij nu op de kop? Oh, ik die bel hier rijden. Auto, ik had er vertrouwen in, jongen. Ja, je had er vertrouwen in. Ik zie allemaal auto's die rechts zijn. Moet hij naar rechts zijn? Deze auto is ook wel snel voor mij, hoor. Maar je trekt alleen die snel op. Nee, die van mij kan ook niet de weg afsnijden. Die heeft mij ook geen eens bochten maken. Ja, hé, daar gaat al je geld, Mike. Ja. Je gaat de race zo niet winnen, jongen. Ja, Mike kan precies hetzelfde, hoor. Dat ja, maar als je een pin bij pin is, wordt het een hele andere auto, hè. Dat je gewoon aan een bestuurder, hoor. Ik doe het bestuurder. Jullie gaan nog wel crashen daar, hoor. Nee! Oh, ik moest... Nee, ik moest uitwijken voor die auto die van rechts kwam. Nooit. Ja, ik ben gecrashed, jongens. Sorry, het spijt me, oké? Het spijt me. Hey, ik ga jullie niet meer inhalen. Je moet helemaal naar het doolhof, hè? Helemaal naar het doolhof. Iemand is gecrashed of niet? Ja, Ryan is gecrashed. Oh, yo. Nee, Ryan, nu deed jij het zelf, jongen. Ja, nee, je stuurt vol tegen me aan, bro. Yo. Ja, Mike die zal dus ook alweer aankomen. Wat? Ik ben er al. Jouw auto is een knijtertje snel. Oh. Nee, niet met beuken, jongen. Nou, beuken hem. Ik ben nog ineens bij hem. Zijn auto die is veel sneller, man, nog. Nee, Jan. Nee, laat me er langs. Nee. Angelo, jij wordt eerste, we weten het, maar dit is voor de tweede plekje, de zilveren medaille. Nee! Go, autootje! Kijk uit voor die witte. Jan, beuk hem! Nee, ik beuk hem niet, ik wil tweede worden. Oh, die bocht. Is Angelo er al? Angelo heeft gewonnen, hè? Ja. Naar het hof. Ja, ik ben tweede. Oei. En ik sta meteen mooi ingeparkeerd. Dit vind ik wel een mooie plek ervoor. Wow. Ryan die is laatste. Helemaal niet. Ik zei wel niet. Helemaal niet. En dat was wel je eigen schuld, ja, daar. Die daarvoor was misschien wel mijn schuld. Geen schade op mijn auto brengen, joh. Nee, doe ik niet. Oh jee, maar parkeer hem even. Laat die mevrouw nou eens even met rust. Ja, die stond in de weg, die is een parkeerplek voor ons. In ieder geval, we zijn... Hey, rustig hè, pas op. We zijn hier aangekomen bij ons volgende ideetje, jongens. Ryan? Ja? Nee! Die mag jij eens even gaan uitleggen. Ja, wacht. Oh, ik wacht? Nou, even wachten, Jan. Let op. Je gaat me neerschieten, hè. Niet doen, hè. Ik kan er niet in, Mike. Waarom moet ik wachten? Je wil me neerslaan, jij. Oh mijn god, ik heb een mugger. Oh, hij is gestolen! Ja! Daarom moesten we wachten, nooit! Oké, Ryan. Nee, niet onze auto's! Niet onze auto's, pas op! We gaan elkaar mogen neerslaan, maar Ryan die gaat even de regels uitleggen. Oké, luister even goed naar deze firefighter, hè? Ja! Oh. Yes sir! Nou! Zet allemaal jullie minimap uit. Ja. Waar moeten we dat doen? Settings. Stap 1. Settings, display, radar off. Oké, dat staat uit. We hebben geen minimap meer. Ons is de killer. En wij moeten ons verstoppen in het doolhof. Oké. Alright. En de killer moet ons zien te vermoorden. Alright. Is dat duidelijk? Dat is duidelijk, meneer. Ja? Dat is duidelijk. En wie is de killer? Ik, succes, jullie krijgen 1 minuut! Okay. Go, 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 go! Heb jij dan? Ik ga jullie neer proberen te slaan, dat is de bedoeling namelijk. Met dit ik draai me wel even om bij deze mooie paarse auto. Wacht. Nee, nee, wie doet dit? Nee, nee, iemand heeft een muckler op iemand afgestuurd. Is die op mij af? Die is op mij af, ik heb hem neergeschoten. Wie was dat? Mike! Of niet? Nee, die ging op mij af! Nou! Yo, maar bro, hij liep bij mij deze muckler! Je moet in het doolhof blijven, toch? Je moet in het doolhof blijven, ja. Ik kom eraan! Jullie mogen niet terugslaan, hè? Dus als je bang bent, dan ben je de pineut. Ik ga echt schreeuwen, hoor. Hallo! Als er geen keuken uit, zeker. Even noodsignaal, jongens. Die hoor ik wel. mag je stappen wel, of niet? Die hoor ik wel, Ryan! Mag je nou stappen of niet, Ryan? Je mag lopen, Wie is dit? Nee, dat ben ik. Ryan. Ik moet weg hier. Ik weet niet waar jullie zitten, joh. Dat doolhof is toch best wel groot. Ik ken die andere kant, ik zie het. Moet je rechts surprise tekenen? Ik hoor hem. Ik heb geen games, zou ik kom eraan jouw kant, volgens mij. Hoor een sneaky lopen. Waar zit hij dan? Oh, dit loopt dood! Dit loopt dood! Ik hoor er dit loopt ook dood. Oh, joh, waar zitten jullie? Ik kan jullie niet eens vinden. Jullie zitten hem ergens op te wachten. Anders ziet hij ons, hè. Als ik je raak, ben je game over, hè. Ik hoef je niet eens neer te slaan, namelijk. Nee, want dan moet ik je 5 keer slaan, bro. Ben je gek? Als ik je raak, dan ben je game over. Komt hier, je komt hier. Ik schijt helemaal echt 10 kleuren in mijn broek, hoor. Ik weet niet waar jullie zijn! Ik ben een heel rondje door dat ding aan het lopen! Ja, we kunnen een flare gun schieten, hè? Dat loopt hier dood. Jullie zijn aan het rondlopen, hè? Nee, nee. Angelo, kom hier. Alles loopt dood. Hey, ik schiet een flare, Jan. In de lucht. Ik heb Jan niet gezien. Nee, serieus? Serieus, heb je me gezien? Ja. Dus heb ik jou niet gezien dan? Hé, Jan. Zit jij hier? Oh! Ik krijg een flare op mijn kop! Wie was dat? Wie was dat? Oh nee, de politie komt me halen. Wie was dat? Je schiet een flare op, maar ik zie je niet eens! Ja, ik zag je rennen. Waar is Mike? Mike zit sowieso niet in de Mike is heel stil, die zit echt heel sneaky ergens. Maar Mike zit niet in de doolhof, verder. Politie, ik weet. Zit je nog op onze spot? Nee, ik ben er weer. Oh, jezus! Was hij in de buurt, jongens, of niet? Ja, ik voelde hem trillen, ja. Ja, ik ook. Oké, dan zitten jullie ergens in het midden nou. Oh, wacht, er ligt hier een bloedplek. Wat? Ik heb ook politie achter me, maar ik weet ook niet waar die politie is, gewoon. Jongens, hoezo kan ik... Kom eraan, ik kom eraan. Ik weet nog niet waar jullie zijn! Dit alles loopt dood gewoon. Kijk hem rennen, Angelo. Waar? Ja. Nee, jullie stinkt hier. Dit is wel een mooie plek, ja. Nee, jullie zitten vals te spelen! Angelo is af! Angelo is af! Jullie zitten vals te spelen! Jullie lopen gewoon uit het doolhof! Ja, maar dat is er gewoon langs, hè? Oh, ik heb hem gemist. Ik ben dood. Ja, Ryan is af! Ja. Ik heb je geraakt, jongen. Maar jullie lopen gewoon uit het doolhof, jongens! Nee. Ja. Nee, dat hebben we nog nooit gedaan nu. Nee. Ik zie het zelf! Vind je het logisch dat ik jullie niet kan vinden, jongen? Hé, pas op, ik moet Mike nog vinden. We zoeken allemaal Mike dan nu. Nee. Mike, schiet een flare in de lucht als je durft. Een politie aan. Ja, ik heb hem ook. Maar die flare geschoten? Die Mike zit hier helemaal niet, hoor. Mike, waar is je flare? Nergens, ik heb geen flare. Serieus, schiet gewoon een kogel dan? Ik wil je horen. Je zit helemaal aan het begin, joh. Oh my god. Hij zit ergens bij jullie in de buurt. Maar die Mike, ik heb hem niet. Ik heb hem gevonden. Ik ga oh, politie! Schoot hij nou nog een keer? Ja, maar Jan. Hey, de politie zal moeten zien. Hij zit hier ergens. Ja? Denk aan onze spot. Staat hij echt al de hele tijd daar? Maar dat Jan ons heeft gepakt, je moet daaraan denken. Dat is een tip. Hé, hey, Angelo. Hey. Hij zit sowieso ook gewoon helemaal aan de zijkant. Jullie zitten gewoon alle drie niet in de doolhof, hè? Hey, Jan. Ja, zie je wel! Huh? Jullie zitten allemaal niet in de doolhof, jongen! Oh ja, oké, Mike zat er wel in. Dit is een doolhof, dit. Ja, ja, sorry. Ja, maar wij stonden daar ook, maar wij dachten... Oh, nee, jullie klommen het... Jullie klommen het de doolhof uit, joh! Ja, dat mag toch niet, joh! Ja, mama. Oké, fair enough, fair enough. Wil er nog iemand zoeken? Nee. Het wordt nu donker namelijk. Het wordt donker. Of gaan we nog even golven met z'n allen? In de nacht. In de nacht, ja. Kom, op naar de auto's! Wij zijn nachtmensen, jongens. Wij zijn nachtmensen. Auw, 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 auw. Ik ben wel erg heet. Heet. Boy, joh, joh, hey, doe even normaal. Het schiet toch mis? Oh, dat doe jij even normaal dan. We hebben geen minimap. Omdat wij al 8 jaar lang GTA spelen, weten we nu precies waar we naartoe moeten, jongens. Oh, sorry. Ja, Mike. Ja, oh, ik moet racen. Wie auto is dit? Auw, auw. Ja, Mike, jongen, het is ik moet weg hier. Ik moet ook weg, want er stond een auto in de weg. Auw. Wat is iedereen aan het doen? Ik heb ook geen lampen meer, ik zie helemaal niks, jongen. Politie komt eraan. Oh, politie, ja, ik zie het. Ik sta vol tegenaan. Go, 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 go. Ik heb ook mooie neon eronder. Ik moet hem ophalen, ik heb geen minimap. Ja, wij allemaal niet. Degene die als eerste bij de golfbaan is, die heeft gewonnen. Maar bro, ja. Zonder minimap, hè? Zonder minimap. Ben je helemaal onderin de minimap? Ik weet niet of ik de weg ken eigenlijk. Ik zei helemaal onderin. Weet jij de weg, Mike? Ja. Echt? Ja. Ik weet dat ik hier af moet en dan volgens mij gewoon rechtdoor moet richting de stad. Oh ja, tuurlijk. Maar ik weet het ook niet meer precies. Waar is mijn auto? Oh. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft, hier naar rechts, hè? Iemand heeft mijn auto gestolen. Ik niet. Oh, Jan, jongen. Ja, ik ben aan het kijken, want kijk waar we zijn. We zijn er toch niet al? We zijn er bijna. Ja, ik wacht, dit is de honkbalbaan inderdaad. We moeten zo meteen naar rechts, toch? Wacht. Ja, hier. Heb je me volgens mij? Nee, zeker niet. Nee, ik ben het zelf aan het zoeken, jong. Ja, ik ben er al. Ik moet dan eindig naar rechts. Dan ben ik er. Wacht, hier moet echt ergens dat hek staan. Ja, ik ben er nu ook. Wacht, ik ben verkeerd gereden inderdaad. Go, 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 go. Ik sta voor het huis... bij die boom allemaal. Ik ben ook gewoon de politie kwijtgeraakt. Dan moet ik niet. Ik rijd vol mevrouw over. Ik heb weer politie. Serieus. Ik ben er ook. Ik ben er ook. Ik sta hier voor. Hoe gaat het bij jullie, Angelo en Ryan? Wij zijn vertrokken. Hey, Mikey! Hoi. Hoppa, wij zijn er. Ja. Oh, pas op, er komt een politieagent eruit. Wacht even, ik bel even Lester weg. Wij hebben ook geen minimap, wij ook niet. Gevoel, jongen. Weet je hoe lang je die game al speelt, man? Kom op. Nee, Angelo is er ook, Angelo is er ook, ja, ja. Ryan, serieus? Even kijken, waar rijdt hij? Luister aan bellen. Oh. Ryan, zoek jij de golfbaan even, bro? Kom op, Ryan. Ja, ga even lekker naar de pier toe. Ryan, waar ben je bezig? Nee, maar je moet wel die kant op. Je moest gewoon die hoofdweg af en dan naar links. Hij is er bijna, jongens, daar komt hij. Weet je zeker dat je die kant op moet? Ja? Ja, oké. Maar moest even de politie afschuiven. Ja, ja, smoes. Hey, ik reed ook verkeerd en ik kwam via de hele andere kant naar de golfbaan toe. Kijk, daar is hij hoor, daar komt hij aan hoor. Nee. Zet hier. Ja, hij rijdt dwars tegen die bossies aan daar. Nee. Ja, oké, Ryan is er ook. Ik ga jullie in feite, ja jongens. Dit wordt de golfmatch aller tijden. Ja, pas op, er staat die politie. Wow, yo! Zo! Je moet naar de politie. Je moet toch niet oversteken als die man... Ja, sorry, weet ik veel dat jij volle vaart aankomt rijden, jong. Wow, yo. Hey, ik leef weer. Nee, niks aan het handje. Ik ben er weer, hallo. Hoeveel holes doen we? 18 doen. Hole in one, hè. Wat zijn er iemand 16 doen? 6. Alle holes. Oh, 6. Oké, van 2 tot 8, ja? Auw. Weather bright, confirm. Oké, ik heb jullie geen feit, jongens, alle drie. Ik heb jullie geen feit. Kom erbij. Komt erbij. Komt dat zien. Komt dat zien. We gaan eens even golven. Wie is de beste golfer? Wij zijn wel echt goed in freerun bij. Ik dacht dat we gingen darten. Nee, dat kan niet met z'n vieren. We zijn met z'n vieren, hè? Golven kan met z'n vieren. Dat is het enige. 2 tegen 2. Dan moeten we wel gaan vieren. Ja, dat moeten we zeker afvieren. Ja. Daar gaan we. Play! Ik hoop niet dat ik mag beginnen, want dan gaat het alweer helemaal verkeerd, jongen. Ik heb opeens aan mijn rug van het golven. Zo, nu alweer? Je hebt nog geen enkele bal geraakt. Ja, maar hij die carry besturen? We gaan teleporten. Nou, het lijkt me niet zo verstandig als jij achter het stuur gaat zitten. Ik heb 0 losses en 0 wins. Ik heb 2 wins en 3 losses. Hij staat gewoon negatief, joh. Ja, maar dan gaan we nu verandering in brengen. Nee, nee, nee. Ik ga gewoon mijn eerste potje keer winnen van de... Oké. De 3. Hoeveel holes zijn het? 2 tot 8. Ik weet niet waarom ik 1 heb overgeslagen, maar... ja, dat is voor noobies. 1 was voor beginners, man. Wie begint er bij 1? Dat is niet leuk. Begin gewoon meteen bij 2. De eentjes? Ja, maar dat zijn we niet. Waarom moet ik dat eerst? Ja, Ryan mag beginnen. Nou, kom op Ryan, you can do it, man! Werkt het? In zijn brandweerpak. Is dat niet heel warm erin, met dit zonnetje? Oh, maar hoe... Hij heeft wel een masker ervoor. Waar is die goal? Gewoon slaan. Daar ergens. Ik weet ook niet hoe het we hebben natuurlijk geen minimap, jongens. Ja, die moet je even snel bij setting. Zet het dan aan dan. Kunnen we die aanzetten snel? Ja, bij setting. Dat is denk ik wel handig, anders weten we niet waar we naartoe moeten slaan. Oké, settings. Ik heb mijn minimap weer aan, hoor. Rij maar slaan! Wat is dit? Lekker bezig. Je moet je minimap aanzetten, jongens. Rij! Lekker bezig. Wat heb je naartoe geslagen? Op dat paardje voor hem, Angelo. Niet, je ziet mijn balletje daar. Je balletje ligt, je balletje ligt hier bij die stoep. Wat moet ik doen? Slaan! En naar voren met je knokkel. Naar achter en naar voren. Go! Oh, in de boom! In de boom! Nee, nee. Ah, jongen. Dit gaat echt, echt niet goed, dit, jongen. Ik heb een... Oh, nu ben ik volgens mij, of niet? Nee, is Mike nu. Oh, Mike is nu. Kijk uit voor de boom, hè. Dat is even de tip die we meekrijgen nu. Oh, nee. Je moet niet op LN duwen, dat dacht ik dus ook. Je moet naar achter en naar voren. Je knokken naar voren! Ja, ik dacht ook op LN. Hij staat aan het oefenen! Hij staat aan het oefenen met zijn 40 seconden! Je tijd gaat voorbij, Mike, kom op! Oh, jongen. En Mike, je moet op het balletje slagen, hè? Ja, dat doe ik. Wat doe jij? Mike, wat ga je doen? Hoe dan? Ik ga naar beneden. Hij heeft nog 20 seconden. Hij heeft nog 20 seconden. Hoe dan? Ik ga naar voren in één keer. Hij kan aangaan. Mike, jongen, hij gaat het niet binnen. Oh, hij slaat, hij slaat! Oh, ja, ja, in de boom! Oh, nee, doorheen. Hey, maar 15 keer moet je het proberen. Ja, hij was gewoon 40 seconden bezig met dat balletje raken, joh. Gewoon even oefenen, even wat oefenslagen. Oké, mijn beurs, jongens, daar gaan we. Eens even kijken. Ik wil hem eigenlijk niet in de boom slaan, dat is het probleem, dat wil ik niet. Ik sla hem gewoon. Ha! Ja, verder dan Ryan gaat het wel gaan. Nou, kijk eens aan, jongens! Kijk eens aan, we gaan niet in de zand. Oh, net niet. Hoppa! Oh. Nou, Ryan, die ligt tegen de straten aan. Gaat hij weer? Ja, jullie zitten te lachen, maar nu kan hij er gewoon in één keer in, hoor. Ja, dat is wel waar, ja. Nu kan je hem in één keer naar de boom slaan. Holding one dan. In de boom. Oh, nee. Je ligt bij mij. Oh, wat? Daar heb ik mijn balletje. En je ligt er tegenaan gewoon. Ryan, hij kon er in één keer in, toch? Oh, maar als ik nu... Ja, 3 keer. Oké, fair enough, fair enough. Met de stok heen en weer. Ja, met dat bruiltje. Ja. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. Hoppa, zo. Zo. Ja, ja, ja. Lekker, hoor. Lekker, maar ik heb weer 20 pogingen nodig. Ja, zeker. Ja, nu in één keer dat balletje rijden. Nu heb je geoefend, hè. Oh, wat? Is weer Ryan? Ja. Ja, Ryan ligt helemaal achterin, dus die mag nog een keer. Oh. Maar hij krijgt nu wel een slag erbij, natuurlijk. Dat is niet te bedoelen. Met zijn brandweerpak ook aan, hè. Ik wist niet dat je 23 was, Ryan. Oh. Dit is echt een slechte bal. Pisballetje, jongen. Goeie bal. Goeie bal. En 3 keer. Eerst was het in 2 keer, toen nu in 3 keer. Hoeveel nu dan? 4 keer. Oké. Mike. Ik geniet hier wel van eigenlijk. Oh, die gaat in de boom, of niet? In de boom. Yep. Maar dit gaat echt vervelend worden met die bomen, jongen. Nu ben ik, hè. Ja. Kijk. Leer van de professional. Zo. Nee, wacht, ik ga ook niet bomen. Mooie houding, Jan. Je moet die bomen kunnen ontwijken, hè? Ja, dat kan niet. Nou, Jan gaat even lekker bomen koppen. Nee, nee, ik doe hem bij jou, ja, Angelo? Dat is goed. Hier, bij Angelo. Kijk, 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 kijk. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Oh, dan gaat Ryan weer, hoor. Waar is genieten, joh. Nee, daar staat dan een wit-rood dingetje in de boom. Pas op. Oh, hij gaat er overheen. Hij gaat er overheen. Dit kan ook erin, hoor. Oh. Oh, let's go, Ryan. Lekker, hoor. Je hebt wel een slag meer dan ons, maar... Oh, ik word geskipt. Maar even van slag, maar dat maakt niet uit. Nee, degene die het vers weg ligt, die mag als eerst, Angelo. Oh, ja, ik ken die regels. Zo zeggen, en de riolen buiten het spel. Over dat hoge hek heen, als je dat voor elkaar krijgt. 5 euro. Oh, zo, waar gaat die naartoe? Oké, fair enough. We komen al in de buurt. Ja, we hebben het even onder de knie, jongens. Ik nog niet, helaas, maar... Nou. Oh, maar rechts kan je zien waar de wind staat en nou. Ja. Zo. 4 boven, Jan. Ja. Met een beetje meer naar links. Ja, ik zit meer naar links, want de wind die gaat helemaal naar rechts namelijk. Ja. Dus... Ik zou hard slaan. Nee, ik doe hem zo, denk ik. Kijk, de balletje gaat helemaal naar rechts door de wind. Nee, veel te ver. Hij gaat echt... Die wind staat hard, jongen, naar rechts. Ja, 4 boven. Zo, maar ik lig wel dichtstbij nu. Dan gaat Angelo het even laten zien. De wind die draait ook letterlijk... Bij ieder schot bijna, hè? Dus daar moet je echt op letten. Lukt die, Angelo? Ja, daar gaat... Wat is dit? Wacht. Hoe moet je dat? Moet je het oranje doen, of niet? Wat zeg je nou? Ja, maar hoe kan je... oranje balletjes van Mike, dat roze balletje van mij. Ja, maar hoe... is van Ryan. Je moet toch hard slaan, of niet? Ja, weet ik veel. Je moet in ieder geval niet doen wat je net deed. Oh. 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 Die was close, jongen. Wow, je mag hem erin slaan nu. Als ik dit mis. Oh. Dit deed automatisch. Oei, dat scheelt niet veel. Dat deed hij automatisch. Nou, Ryan. Nou, ik heb er vertrouwen in. Die gaat nog naast. Oh. Oké. Hoppa. Netjes, netjes. Jullie staan gelijk nu gewoon. Oh, waarom moet ik nou weer als laatste? Daar heb ik ook helemaal geen zin in gewoon. Dan ga ik weer falen. Nou, dan ja. Nou, Mike, dit... Nee! Oké, ik ben niet de enige die zo meteen gaat missen. Lekker, Mike. Ik hoop het in ieder geval. Hop, erin. Bogey. Als je heel dichtbij ligt, dan gaat hij er altijd. Ja. Maakt niet en nu Jan. Ja, nu ik nog. Ja, dit ga je wel 4 keer voor mij heb je dan, hè? Kom op, Jan. Niet in mijn hoofd. Ho! Zo. Hey, let's go, let's go. Par. Kijk, kijk, kijk. Oh, Jan, ik sta op de eerste plek. Ja, ja. Als ik die stomme dingen niet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 te gaan. Oh, nog 6. We doen er 7 zo te zien. Ah joh, we hebben de tijd. Ja, zeker. Ik vind dit wel leuk eigenlijk, jongen. Oh, ik moet beginnen. Ja, jij de eerste. Dat doe je toch maar 1 keer per jaar. Ja, nee, daarom, dat maakt het ook niet uit. De wind, die gaat zo, dan pop ik hem daar. Perfect hit, wow, yo. Zo, over de boom heen. Nee, de wind. Oh, zo, de wind. Je ligt er bijna in. Ik lig wel in de buurt, maar de wind, die pusht hem helemaal nog naar rechts toe. Wat als iemand een hole-in-one maakt? Hé, dat was een nieuw record voor mij, wat? Hé, dan geef ik je 10 euro. Als iemand een hole-in-one maakt, ja, 10 euro per persoon. Ja. Het is mogelijk, hoor. Ja, vind ik best wel knap. Het is mogelijk, maar je moet die wind is echt lastig. Want je balletje gaat compleet... Wow, joh, waar sla jij me helemaal naartoe? Ja, in de zandbak. In de zandbak, of niet? Oh! Oh, joh, joh, joh. Wow, ik dacht echt dat hij in de zandbak kwam, jongen. Dat scheelde niet veel. Had je bijna een paar tientjes rijden. Hij is sterker geworden. Ja. Ja, hij is nu plus 5, inderdaad. Night. Nou, Angelo. Yo, jongens, we zijn goed geworden, man. Ja, we zijn goed geworden. Als Mike nu compleet de verkeerde kant op slaat. Nee. Dan moet je even oefenen. En Mike, de wind staat rechts. De wind komt nu van links. Ja, dus let op. Ik zou rechts slaan. Nee. Oh. Nee, niet links slaan is het toch. We wonen in een ongedraaide wereld. Ja, we liggen allemaal dichtbij. We liggen allemaal dichtbij, hoor. We liggen allemaal dichtbij. Ryan die heeft sowieso nu 2 keer, want ik kan hem er nu in 1 keer in slaan. Of ik moet echt heel hard. Hij staat er bijna. Vloep. Birdie, GG. Oh, dat ben ik. Serieus. Ik zet hem... je wist het nog niet, maar ik ben professioneel golfer. Ik zet hem ietsje naar rechts gewoon. Naast je brandweerman-carrière, of niet? Waar zit dat van daar? Ja. Je hebt ook veel jobs dan. Ja. Ja. Nee, die gaat slang. Die gaat ernaast. Ja, maar jongen, dat ja. Ja, dat is best wel lastig. Dit is toch moeilijk hoor? Easy, jongen. Zie je wat moeilijk is? Zie je wel? Ik zei het echt. Oi. Oh, Mike die mag nog een keer. Ik moet let's serieus. Go. Ja, wat is dit nou weer dan? Nou, Angelo, laat ze even zien hoe het moet dan. Ja, ja. Let op het heuveltje, hè? Welk heuveltje? Die hele baan is een heuvel. Die gaat er ook naast, ik voel het. Nee! Ja. Hey Ryan, dit heb je goed gedaan, man! Ja. Yo. Ik heb niet meer nodig. Waarom moet je altijd wachten? Ja, ik moet de hele tijd wachten, jongen. Wat is dit nou? Zet de helm op. Dat is ook gevaarlijk, hè? Daar moet je helm op doen. Ja. Oh, ik moet hem zelf slaan, gewoon. Serieus. Oh. Als ik die miste, dan was ik echt de Sjaak. Ryan en ik staan op de eerste plek. Zo. Ja. Alright, jullie staan op plus 1. 8, 8. Ja. Nou, we hebben nog eventjes, hè? Ja, ik vind dit serieus leuk, ja. Doen dit. Als we dit in het echt kunnen doen, doen we maar op een echt races, super jongen. Ver, volgens mij. Nee, we hebben geen race meer nodig, joh. Elke dag lekker golven. Ja. Hoppa! Nou, dat ding vloog ook de lucht in. Hé, dat was een mooi balletje, Rij. Ja, dat is goed. Pas over de zandbak. Nee, lekker, lekker. Als je in die zandbak zit, dan heb je echt een probleem, jongen. Nieuw record. GG. Ik zal hem er even overheen mikken. De wind is gedraaid voor jou. Ja, maar dat is juist mooi, want dan gaat het balletje mee. Het gaat redelijk recht, zeg maar. Ja, een beetje meer naar links. Pas voor de boom, dank je. Doei Ryan! Oh, net verder. Rond naar beneden, go! Ja. Oei, let's go! Nieuw record, jong! 204 yards! Geen idee wat een yard is, maar... Ik weet niet hoeveel dat is. Of 3,6. Is er 1 yard 3,6? Volgens mij wel. Oh, ik weet het niet. Of 9... Hij weet het ook niet! Nee, ik denk 0,9 of zo. Was ook daarvan ook zo. Ja, dat zou best wel goed kunnen, ja, maar ik zou het ook niet weten. Nou, 1 yard is 0,9 meter. Oh, kijk. Nou, dan was het toch rond de 100,9144. Kijk. Weer wat geleerd. Hier, we leren gewoon dingen in de GTA-video. Ja. Exact is dat 91,44 centimeter. Ja, nu wordt het weer te veel, Ryan. Nu kan ik het niet meer onthouden. Zo! Hoppa! Oh, zo! Streng. Oh, je rolt gewoon nog langs mij, of niet? Oh, we zitten precies gelijk. We zitten precies gelijk, ouwe. Ja, ik heb nieuw record. 204. GG. Nou, Angelo. In één keer erin nu, jong. Je ziet het mooie gaatje daar voor je, met het rode vlaggetje. Oh, dit had ik niet. Wat? Nee, dit had ik niet. Nee, toch niet. Oké. Volle concentratie. Nee, die gaat ver naar rechts, denk ik. Nee. Dat is te hard, ja. Hij gaat... Oh, in het water. Nee. Oh, ja. Waar ligt hij? Hij ligt op het randje. Yo. Oh, ja, pas op. Er zit daar water dus, jongens. Ik zal hem niet te hard slaan, inderdaad. Maar hij rolt ook nog... Nee, hij rolt eerder weer terug, denk ik. Ik weet het niet. Rijn, die slaat hem helemaal naar rechts. Oh, ik ben helemaal voorbij het vlaggetje. Nee, je meent het. Je ligt bijna in het water. Ik dacht ook in het water moest. Waar ligt Ryan nu dan ook helemaal weg? Nee, ik leg nog in het groene gebied. Maar hoe weet je hoe hard je moet slagen? Dat snap ik niet. Ja, je moet goed kijken, hè, jong. Ik sla hem hier, denk ik. Ik sla hem hier. Oh ja, met de kont bewegen. Oh. Ja. Hij gaat te ver naar links, hè? Nee. Oh, hij zit wel mooi in de buurt, hoor. Maar hij ging iets te ver naar links. Ik had hem iets meer naar rechts moeten slaan. Maar het was een mooi balletje, Dat was wel mooi. Je voelt dat Mike hem erin gaat slaan. Hij moet rekening houden met de wind. Als hij met zijn masker af doet, kan hij beter zien, hoor. Ja, als hij zijn brandweerpak uit doet en Mike ook zijn jas uit doet. Nou. Nee, is ook te verminderen. Jan. Ja, hij ging ook... Dat komt door de wind, hè. Hij draait helemaal af gewoon. Angelo. Hoe kan ik hier staan? Waar sta jij? Je gaat helemaal omhoog schieten. Ja, je vuurt er waarschijnlijk omhoog door het heuveltje, inderdaad. En nu ketst hij het uit het water in. Oh. Wat is dit bij ons? Dan? Kijk. Jongen, ik lekker, jongen, lekker. Nou, Ryan, doe jij even hetzelfde? Dan zie je ons op de achtergrond. Ja, wij staan lekker te chillen. Ik sta bij Ryan, ik support hem. Je moet beter supporten, man. Ja, sorry. Lekker bezig. Ik ga nu jou niet supporten hoor, Angelo. Angelo, je moet harder slaan, maar je slaat tegen wind in. Oh ja. Goed zo. Hachu! Je gaat er overheen. Nee! Ja. Goeie tip, Ryan! Goeie tip, Ryan! Lekker, jongen! Aangezien dat wind op de grond zit. Hoppa, boogie. Plus 2 is daar. Misschien moet je die bril even schoonmaken van jou, zo. Oh, pas op mijn balletje, hè, Mike. Ja. Ja. Fijn dat iedereen elkaar komt. Lekker, Mike. Als ik hem er weer één keer inschiet, dan sta ik eerste, maar... Dat gaat denk ik ook nog wel lastig. Ik zie iedereen ook uitvragen en dan ga ik zelf karma krijgen, jongen. Let maar op. Oh, maar ik zit laatst. Kom op, Jan. Ja, wacht. Beetje meer naar links, Jan. Ja, nee, naar rechts. Yo, ik dacht dat een wit! Ik dacht dat een wit stond! Dat die wit die doet helemaal... Yo! Ja, man. Een par. Wel een par, though. Nou, nu jij, Ryan, je ziet me wel leuk uit te lachen. Let op de wind, hè, Ryan. Let op de wind, hè. Oh, ik kan niet. Nee, joh. Oh, als hij nu nog eens mist, hè. Wat is dit? Ryan, jongen. Hoe dan? Ryan, jongen. Ik zal die masker maar afdoen. Oh, joh. Jongen, jongen. Wat? Lekker, Ryan. Dat heeft hij wel, maar één beeldje. Ik ben van slag. Ik ben wel slag, ja. Oh, ik sta nog steeds eerste. Ja, ja. Over het water niet. Zit hij mij zo hard uit te lachen. Nee, nee, daar is nee. Kijk uit voor de bomen, hè. Het is eigenlijk niet fijn als je als eerste moet. Je ziet dat vlaggetje staan, daar moet het. Ja, ja, daar rechts in beeld. Eerst even nog. Oh, in de boom. Nou, op zich rolt hij nog lekker door, hoor. Ja. Kijk. Lekker. Yes. Nice shot. Ja, je wordt gecompliment door de game, hè. Ja. Gecomplimenteerd, ja, is dat een woord? Rechts, hè? Ja, wacht, die boom zit in de weg, man. Kan ik hem niet onder die boom doorslaan? Want ik denk dat hij zo onder de boom doorgaat, ik hoop het. Althans. Denk op de boom nu, denk ik. Ja, eronder door. Ja, ja, kijk, kijk. Ja, ja, hoppa! Iets achter maakt het niet. Nee. Nice shot, kijk. Zo doen we het. Ik ga lachen, iemand gewoon tegen die brug hangen, schieten. Ja, gewoon zo in het water. Dat is echt iets voor Angelo, denk ik, hoor. Nee, hij slaat... Oh! Kijk uit voor de boom! Ah, ja, dat bedoel ik. Hij rolt wel door. Ja, hij loopt helemaal schuin af, deze. Maar je moet opletten, want bij de hol zitten 2 zandbakken links en rechts, dus... Het wordt nog een dingetje. Ja, maar wij zijn professionals, hè? Ja, ja, dat zien we ook wel. Kom op, Rijn. Loink! Nou, zo, je nam dat hele dingetje mee, ook in de boom. Ook in de boom, ja. Zo, die stuiten. Die was het ergste in de boom. We hebben wel alle 4 nice shot gekregen, hè? Ja. Kijk. Nederland bij elkaar en België bij elkaar. Ja. Op Rijn. Kijk uit voor die zandbakken, hè. Beetje meer naar links, hè. Oh, de wind. Ja, de wind. Oh, althans. Dat is een mooi, dat is een mooi balletje, hoor. Zo. Ja, iets harder. Lekker, hoor. Iets harder, ja. GG. Ik leg er letterlijk voor, hè. Ja, je moet ook opletten, want dat hol dat gaat omhoog. Dus je moet het denk ik best wel hard slaan, zo. Pa! Perfect hit. Oei, zo. Die gaat hard. Die gaat er overheen. Zo! Zo! Hey, perfect hit, Angelo. Out of bounds. Ja, en nu? Nog een keer. Dat weet ik niet. Mag je nog een keer? Ja, maar hij telt wel mee. Ja, ik had perfect hit. Ja, dan veel te ver. Dan moet je niet zo hard slaan, jongen. Perfect hit moet je bij de eerste slag doen, Angelo. Ja, je moet kijken naar een geel balkje. Wat? Oh, niet weer te hard. Nee, dat gaat goed. Deze gaat goed. Althans. Ja, lekker. Ja. Kijk. Lekker. Nou, dan ben ik aan de beurt, hoor. Kom op, Jan. Even rekening houden met de wind. Middel links. Ik gooi gewoon helemaal niet zandpak. Ik denk wel dat het goed gaat dan. Zo. Geen idee. Oh nee, te zacht. Oh. Althans. Nou, oké. Nee, dat vind ik wel goed. Prima. Ik had hem eigenlijk ietsje harder moeten slaan en nog meer naar links zo te zien. Maar het maakt niet uit. Die wind die staat met windkracht 5, hè, gewoon. Dus... Yep. Die blaast hard, terwijl ik de bomen niet zie bewegen. Ja. Hey, misschien op de PlayStation 5, hè? Misschien op de PlayStation 5. Zo. Nou. Zo. Zo. Nou, nou! Oei, 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 oei! We liggen wel alle vier een beetje... Oh, ik moet weer zien. Bij elkaar in de buurt. Kom op, Jan. Ik ga je wel daar ook gewoon staan. Ja. Ah, jij denk ik. Kom op, Jan. Oh, wacht. Even opnieuw. Wacht even. Nou, dat is in je spanning afwachten, jongen. Nee. Oh! En het over. Lekker, waarom Jan dacht ik dat hij naar rechts zou rollen? Nou ja, maakt niet uit. Maak hem af. Ik maak hem af. Komt-ie. Hoppatee. Ik dacht dat hij een klein beetje naar rechts zou rollen, maar hij rolde gewoon in een rechte lijn, jongen. Waarom doe ik dat ook? Nou, maak jij hem ook even af dan, Ryan. Ik weet niet of je daar zo veilig staat. Jij doet hem ook te ver naar links, ik deed dat ook. Hij loopt raar door dat heuveltje dan. Bezig. Par, par, par. Par. Oh, ik heb tegenwind. Ja, maar je hebt inderdaad een beetje tegenwind en een hobbeltje. Maar over de vloer, over de grond gaat dat niet echt. Nee, over de grond heb je niet echt last van die wind, daar kwam ik ook achter. Meer in de lucht. Ja. Nee! Oh, die was zo kloot. Volle concentratie ook van hem, jongen. En dan pats daarnaast. Alleen Mike nog. Dubbel boekie. Oeh. Boogie boogie. Boogie 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 boogie. Boogie boogie. Ja, dit moet je hebben, Mike. Ja, dat zou je zeggen. Hoe dan? Je was zo dichtbij, bro. Zo dichtbij, maar zo ver weg. Jammer dit. Jij hebt het verpest. Ja, best wel, ja. Maar hij staat nog maar op plus 1, terwijl Angelo op plus 4 staat. Ja, holy jongen. Shit. We hebben nog drie holes te gaan, we zijn er bijna. Ja, deze wordt mijn hole-in-one, hè? Yo. Ja, ja, iemand moet nog een hole-in-one halen, dat wil ik eigenlijk wel. Mike, die mag nu ook beginnen. Ja. Maar deze kan wel hole-in-one. Ja, deze, ja, maar je hebt geen bomen. En de wind zit ook mee nu, hè? Dus je balletje gaat veel verder, dus net op. Ja, weet je, minder hard slaan. Mike die doet dat niet. Zo, hij was wel close. Hey, bot. Hij was nog wel mooi, ja. Ja. Dat was wel mooi. Ja, die wind die pakt hem wel mee, denk ik. En die is een klein beetje ook eens 5 geworden, of dat was al 5. Ja, dat was bij jou ook al 5, ja. Iets minder hard, heel. Ja, dat probeer ik, maar dat... Mooie tatoeage op je arm, Jan. Ja, potlood. Thanks. Een potlood. Heb je al die dollartekentjes? Oh, nee, dat is 8! Oh my god. Nou. Nee, nee. Nee! Oh, zo klaar. Hij was perfect op de goede snelheid, maar oh, yo. Nooit. Kun je zien gaat Ryan gewoon een honenbal gooien. Het is mogelijk hoor, op deze. Je gaat ver naar links. Oh, je gaat er helemaal overheen. Je ging er helemaal overheen met controller. Ja, echt hoor, jongen. Welke controller? Ik hoop je PlayStation controller. Ja, zo. Nou, kom op Angelo, laat zien hoe het moet, jongen. Ja. Jij bent hier de pro. Oh, wat? Misschien moeten we wel wat lessen golf bieden. Oh, nee. Kom maar, wacht. Je kan het nog, je kan het nog. Dat is ook traag hoor. Jongen, echt. In de zandbak, nee, daar langs. Nee, nee, ah, je ligt er wel in de buurt, je ligt wel in de buurt. Ik deed de verkeerde joystick. Nee. Kan toch niet. Nu in één keer erin, jongen, je kan het. Ja. Het is een bal. Jawel, jawel, dit kan je. Zo. Oh my god. Helemaal aan de andere kant ook gewoon, jongen. Dit gaat niet zo goed voor je, bro. Nee, klopt. Hey, denk je, je hebt even tijd om adem te halen. Of plus 6 eindigen. Even een slokje water, dan kan je weer. Neem zelf ook even een slokje water. We zijn echt al knijterlang aan het golven, jongen. Maar ik vind het helemaal niet erg eigenlijk. Kom op, Rijn. Niet afgeleid, jouw balletje gaat ook omhoog, hè. Oh, wat? Ja, maar hoe kan je hem daar laag doen? Ja, ik snap het ook niet. Ja, ik weet het ook niet. Oh. Jan heeft met 2 keer die... Let's go. 2 keer. Ik sta op min 1, jongens. Kijk, kijk, kijk. Nou, Mike, maak jij er even 0 van. Dan als je hem nu in 1 keer hebt, dan gaat er ook... Huh? Ja, let's go. Lekker bezig. Lekker bezig. Nu sta jij ook weer op de E. Dan sta je precies op 0. Ik sta op min 1. Ik weet ook niet wat de E betekent, dus het snapt er helemaal geen reet van. Ja, even. Sowieso, ja, dat kan eigenlijk. Ja, wel, even, ja, gelijk. Kom op, Angelo, ik heb er vertrouwen in. Ah, jongen. Sorry, die ging knijterhard, jongen. Wow, joh, joh, joh. Leuk, ja. Ik vind het wel leuk, ja. Die gaat ernaast. Echt waar, jongen. Ja, heb je er nog zin in, Ryan? Hè? Heb je er nog zin in? Nee, dit ging aan het begin wel goed, maar... Je hebt nog kans, hè? Misschien verpesten wij het nog wel, je weet het niet. Uh-oh. Voor Angelo heb ik geen schrik nodig. Nee, die gaat niet zo lekker, deze hol. Vloep. Ja. Lekker, jongen, let's go, let's go, let's go. Hoeveel staat er nu? Plus 6. Hoi, ik sta 4 op jou voor, Rijn. En we hebben nog 2 hols te gaan, dus er is nog kans. Als ik het nu verpest of Mike het nu verpest. Je weet het niet, hè? Oh, ik weer? Wat is het nou? We mag weer beginnen, jongen. Zo, winsnelheid 6 naar links, hè? Dus naar rechts. Het is allemaal water rechts. Nee, je moet helemaal naar rechts slaan, ja. Nee, naar links. Nee, ja, dan sla je over het hek heen. Oh. Nee, die windsnelheid, althans. Nou. Huh? Oeh, nee, oh, in het zand. Of in het gras. In de zand. In de gras. Oh, nu ben ik. Uh-oh. Oh, ik heb nu 5. Ik sla hem wel hier, ik heb geen idee. Oh! Niet die binnenboom! Dank je! Dat is een mooi balletje, jong. Oh, niet doorrollen, stop! Stop! Dank je. Thank you, thank you. Ik heb zeethanden. Van golven, joh. Ja. Het is veel spannender dan een GTA race. Ja. Ja, voor mij niet, hoor. Nee. Nee, ja, de comeback gaat wel lastig worden voor jou, Angelo. Ja. Als je moet 2 in een keer all-in-ones hebben. Ryan? Ja, maar dat maakt niet uit. Weet je dat de straat is, hè? Maakt niet uit. Oké. Oh, en dat telt wel. En de als jij die van jou rolde onder het hek door, Angelo. Let op de wind, hè. Let op de wind, jongens. Het is gewoon 6 pijl naar rechts, joh. Je balletje gaat helemaal naar links in de lucht. Kijk, daar gaat hij. Hij wordt helemaal meegetrokken, gewoon. Maar, dat is nog wel een mooi balletje. Kijk. Dat was een mooie, hè. Nice shot. Die mag er meteen nog een keer. Uh-oh. En nu moet je hem naar de overkant zien te krijgen, denk ik. Oh, je moet over die zandbak heen, langs die boom die daar staat. Ja, maar... En je moet rekening houden met de wind. Dit is echt een lastig shot, hoor, jongens. Wil ik hem bewegen met je kontje? Nou, hij is aan het kijken waar hij hem naartoe slaat. Kijk uit voor die boom. Hij gaat recht naar huis in, of niet? Nou! Nee. Hey. Netjes! In de area. Netjes! In de area, ja. Yes, Mike. Die was mooi, hoor, bro. Ja. Ja, ik heb het een klein beetje door hoe het moet. Je zou het zeggen van niet, maar... Ik heb het een beetje door, hoor. Dat gaan we zien zo meteen, ja. Het putten heet dat toch, als je daarin zit? Ja. Ik zou het niet weten. Zo meteen zeg ik echt allemaal verkeerde dingen. De wind, Mike, de wind, Mike. Oh, nou, toch netjes. Ja, wel netjes. Ik had dan liever in dat groene gedeelte gehad, maar... Dit is ook een mooie afstand, dit. Rijn, ga je even lekker met zand spelen, jongen? Rijn zijn balletje gaat denk ik helemaal omhoog, want hij zit echt tegen een heuvel gaat hij aanslaan. Tegen een klein bergje. Dus. Ik denk dat hij naar Mount Chiliad gaat. Turbobal, jongen! Vroom. Beetje meer naar rechts, Rijn, dat is Mount Chiliad. Oh, we gaan je waar ging hij naartoe, Rijn? Eindelijk. Ja, je wil zeker met die boom knuffelen, of niet? Oh, de wind die staat helemaal tegen me gewoon. Je moet extra hard. Ja, ik moet hem... Inderdaad, wel hard slaan, ja. Ik sla hem hier. I don't... No! Zo, waar ga je helemaal heen, Jan? Ja, kijk. Nee, maar ik... Oh, zand bijna. Oei. Ja, die wind, jongen. We hebben tegenwind, dat is niet normaal. Rijn, die heeft de zijwind nu te pakken. Zijwind? Ja, weet ik hoe je dat noemt. De zijwind. Hoppa. Jij wordt helemaal naar de zijkant geplaatst, zie je wel? Hij ligt weer in de donker groene. Rijn, je hand onder de knie, bro. Ah, nu weet alles. Ik heb de tootjes in handen. Oké, lekker bezig, lekker bezig. Kijken of Mike het ook heeft. Oh, je switcht gewoon voor een golfstick, jij. Oh, dat is super slim. Dat is gewoon een clubkan, dat zie ik nu in één keer. Ja, dat is voor als je putclub moet doen, ja. Maar op zich is dat wel handig, want nu ga je hem omhoog slaan, hè. Met die put ga je gewoon recht naar voren. Klopt. Ik wist niet dat het kon. Zo. Ook niet. Mike zegt ook gewoon niks. Nee. Ja, maar hij komt er waarschijnlijk nu ook pas achter. Ja, ik kom er net pas achter. Nieuw. En dan gebruikt hij hem ook niet. Nee. Nee. Zo, nu ga ik hem zo pas gebruiken. Als ik rijden was, zou ik hem zo wel gebruiken, denk ik. Want je ligt al best wel dichtbij. Je. Jij hebt hem bijna, of niet? Oh, ik weet, wacht, hoe verander je dat dan? Met het pijltje naar boven en naar beneden. Oh. Ik ga het gewoon proberen, ja, dit. Ik heb geen idee of dit werkt. Ik zie het ook in één keer die naam daarboven staan. Ik zie in één keer dat we bewegen. Wacht, die... Wacht, ik denk, je gaat de... Ik van golven ken ik dat er meerdere... Ah, sorry! Dat er meerdere dingen van zijn, dus ik denk, ik ga even kijken. Kijk, misschien was dat niet zo handig dit. Applaus waard, dit. Die ging niet zo snel als ik dacht dat die ging. Dat was niet zo handig, nee. Maar ja, je moet een hele berg op ook. Rijn moet opletten, zijn balk niet naar beneden rolt. Ja. Kom op, hè, Rijn. Konden ze niet gewoon een heel vlak land maken gewoon? Dat was zoveel makkelijker. Gewoon niks, geen bomen. Ja, gewoon Nederland. Niks. Gewoon asfalt, gewoon een vlak... Ja, die van hem. Wat is dit? Ik had precies hetzelfde. Lekker bezig, jongens. We zijn nu supergoed. Ja, maar die stick is niet goed, hoor. Ik denk dat niemand ons hierna kan doen, gewoon. Let op, hè. Je moet een heuveltje af, hè. Of ja, je hebt het balletje... Uh-oh. Oh. Rijn, dat is goed of niet? Hey, ik weet niet. Rijn, je had de touwtjes in handen, of niet? Ga met de zandbak spelen. In het zand. Oh nee. Hé, Angelo, je wordt geen laatste, denk ik. Ja. Denk ze. Oei, 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 wat deed jij, bro? Dit is stom spel. Nee. Let op de heuvel, Angelo. Ja, moet ik meer naar rechts of niet? Ja, weet ik veel, ik weet het ook niet. Let op de heuvel en dan... Ja, ik zeg niks, doe het zelf. Ik zeg niks. Ja. Bijna, je bent er bijna. Jongen. Oh, ik ben weer, oh nee hè. Waar zit hij überhaupt? Oh, hij zit nog helemaal daar. Oh, ik ga hem gewoon slaan, ik heb geen idee. Oh, ik had hem ietsje harder moeten slaan. Nee, maar dan ging hij ernaast, hij ging er al naast ook. Dus dat had ook niet geholpen. Dit is een moeilijke, jongens. Dit is een moeilijke. Waar zitten wij hier niet? Oh. Precies op iemand anders een balletje. Nou Ryan, kom op. Grote. Kom op Ryan. Echt waar jongen. Oh, ik heb het warm jongen. Echt waar, wat kut. 10-5 overpop. Wow. Dit is 8. Heel lekker Ryan. Ja, wacht jij maar Angelo, wacht jij maar. Zo meteen heb ik hem ook niet. Nou, ik denk dat ik niet meer ga winnen. Nee! En, wie gaat er in de medailles vallen? Is het Angelo of is het Ryan? We gaan het zien. Dit is gewoon binnen brons dit. Ja, maar hij... Plus 7, plus 8. Ja, ik heb hem wel ingehaald. Oh, joi. Maar wij liggen echt precies op dezelfde plek, hè? Ja. Oh my god. Jan zit iedereen in te lachen. Ja, maar ik doe het zelf ook verkeerd. Dus ik mag eigenlijk niet lachen, maar ik doe het wel. Dubbel bogie. Auw, die doet pijn. Oh. Dus ja, maar ik moet nog, hè, bro. Nee, ik ga gewoon slaan. I don't care. Oh. Ja, oké, gelukkig. Woe. Je zat op Eagle weer. Hoi. De laatste, jongens. De laatste. 9 rijden. Ja, jongen, je staat 7 punten op me voor. Hoe ga ik dat? Dat gaat toch niet? Het gaat om de derde plek, jongens, bij jullie. Het gaat om de... Wie valt er net buiten de medaille? Wie wordt de eerste of tweede, Jan? Oké, ik mag. Ja, ook. Dit wordt geen honger, want je moet veel te ver. Holy shit. Zo. Dat is een lang baantje, dit. Best wel plaatsen. In het water, in het water. Nee, net niet. Dat is een goed balletje. Ja, dit was mooi, Nee. Nieuw record, zo. Gaat lekker, dit. 276. Zo switchen ze naar Angelo. Ja, dat is gewoon een random volgorde. Zo. Lekker. Kijk eens aan. Hey, kom maar lekker bij mij liggen. Hoi. Ja. Je bent wel net iets verder dan mij, hè? Nieuwe record, hè? Ja, lekker. 279. Mike's het beurt. Ja. Wat als die wind een keer gewoon windkracht 20 of zo is? Dan zie je een balletje gewoon heel fijn moet vliegen. Recht in zee, hè. Ja. Die glijdt heel rondje door de map. Wat ben je aan het doen, Mike? Ook andere golfsticks. Ja, maar hier heb je er niks aan. Hier moet je gewoon die grote joekel pakken. Dat is wat shit, hè. Dat was een slechte Ryan. Nee. We zijn weer lekker bezig. Nou, Ryan, jouw beurt, jongen. Kom op, misschien kan je nog eerste worden. Ja, maar er ligt een zandbak net voor die put, hè. Ja? Ja, oh, ik zie het. Daar moet je overheen dus. Ja, of langs. Oh. Ja, ik zie het. Dat is moeilijk. GG, Ryan. Althans, in de boom, die hield je even tegen. Maar, overal... kijk. Hé, ik ook. Jij ligt precies zo. Gezellig, jongens. Mike, die wordt weer achtergestoken. Ja. Ja, Mike, die ligt net achter ons alle drie gewoon. Wij liggen daar mooi. Illuminati, driehoek. Ja, Jan heeft 3 letters. 3 ballen. Oh. Mike, lukt het niet meer? Jawel. Hij is aan het proberen, hij is aan het proberen. Nee, het lukt niet meer met Mike. Het wordt hem allemaal even te veel. Sla die bal, jongen, dan gaat hij hoor. Nou, in de zandbak of niet? Ja. Uh-oh. Ja. Nee, oeh! Je hebt het echt leven zat hij erin hoor. Ja, maar dan ligt hij meteen stil en het echt. Ik moest gewoon even de afmeting weten, jongens. Daarom even een paar testslaagjes. Nee, het was een mooi schot. Het was een mooi schot. Rijn, die gaat gewoon in 1 keer in de boom. Dit is goed hoor. Ja, no, in de zandbak. In de zandbak. Dit is goed. Wat zei je, Angelo? Ik heb niks gezegd. Oké. Ja, maar Jan, jij gooit hem ook in de zandbak hoor. Dat denk ik ook, ja. Je moet echt ver naar links, denk ik hoor. Ik ga de gok nemen, want ik wil hem niet in die boom. Ik ga de gok nemen, I don't care. Maar... Ja, de zandbak hè. Je hebt naar rechts. Nee. Ik vind het... Niet rollen. Ik vind het beter dan een zandbak eigenlijk. Klopt. Het was niet de beste, maar ik weet niet of ik hier echt blij mee moet zijn. Nou, Angelo. Ja, het is stom dat die boom die staat daar precies in de weg gewoon. Waarom gaan ze hier ook bomen zetten? Ja, ze kunnen ze beter even onderhouden en even die takken wegknippen. Daar hebben we voor betaald, ja? Oh nee. Hey, Angelo. Oh. Kom gezellig bij me liggen, joh. Dat vind ik niet erg. Je mag meteen nog een keer. Oh. Ja, die wind moet je mee rekenen houden. Je hebt nu windkracht 6 tegen. 6 tegen. Die is echt ziek, die windkracht. Ja, zo meteen blaas je helemaal weg, joh. Bloep. Wat? En nu komt hij helemaal terug. Wat? Oh, nou, hij ligt er rekening voor. Serieus, dit is 100% strengte, hè? Ja, maar die wind, hè? Je schiet hem helemaal de lucht in. Oh, ja. Dat moet ik. Wacht. Oh, recht. Oh. Ja, maar ik... Ja, moet gewoon 100% doen. Doe anders een andere... Oh, nee! Wat doe je? Dat was de verkeerde knop! Nee. Yo! Hey, dan moet ik Ryan hier staan. Ja, Ryan in de zap. Oh, you kidding me. Dat hij nog niet naar voren valt. Hij heeft wel de juiste schoentjes ervoor. Ja, dat wel, ja. Nou. Nu kan Mike nog winnen gewoon, hè, Mike? Uh-oh. Ja. Oh, ik heb het verpest. Ik ben nu weer aan de beurt. Oh, nee, niet de verkeerde knop indrukken. Kom op, Jan. Hoeveel windkracht hebben ze tegen? 6? 6, ja, dat is echt hard hoor. Ik schiet gewoon, ik zie het wel. Prap! Nou, oké. Ja, want die windkracht is zo. Ja, die wind. Je kan niet anders. Mike die moet nu ook vanaf hier. Ja. Je moet eigenlijk zo hard mogelijk. Ja, maar ja, ook, ik deed ook 100, ja. Ja, ik deed hem ook super hard, joh. Maar ja, dat was nog. Oh, hij gaat er putten. Wat? Of niet? Wat ga je doen, Mike? Wat hij allemaal doen? Ja, dan heb je geen last van die wind, hoor. Als je hem nu volle vaart slaat. Mike is ook zo zweten dat hij echt heel ja. Tuurlijk. Mooi, Mike, mooi. Je deed nog helemaal je handje in de lucht zo, jongen. Ja. Nou. Dit gaat nog wel close worden tussen de eerste plek en de tweede plek en de derde en de vierde plek. Hé, wil je maar alsjeblieft niet mijn wasberenkop raken, hoor, daar verderop, hoor. Ja. Ik sta sla vol tegen hem aan, jongen. Knockout. Oh, je ligt in de buurt, Daar ben ik al blij om. Waarom mag het niet? Maar ik mag nog een keer. Ja, degene die het verste ligt, hè? Is dit de laatste? Ja, dit is de laatste, ja. Jammer. Oh, precies op dezelfde plek. Ja. Precies op dezelfde plek als Angelo. Nou, Ryan, je moment of shine. Dit gaat tussen de derde en de vierde plek voor jullie, hè? Angelo of Ryan, dan kan er maar 1/3 worden. Ja. Oh, wat? Wat? Oeh, ze staan gelijk nu. Maat, Ryan. Ja? Hey, GG. Man. Die was heel clean. Jij kan dat ook, Jan. Oh, nee, dat nee, dat is niet. Ik kon het bijna, ik kon het bijna. Oh. Als deze toch misgaat, dan ben je vierde, Angelo. Oh, hij zit... Nee, maar het staat gelijk en hij moet nog slaan. Ja, hij moet nog slaan, ja. Nee! Oh, nee! Mike is derde! Of Ryan is derde! Dat kan niet anders. Angelo? Ja. Die ging niet zo goed, hè? Ja, toch top 4. Plus 8! Ja, je had het gelijk spel kunnen maken als je die erin zat. En nu is Mike. En dan moet ik nog. Het gaat nu tussen de eerste en de tweede plek, Mike. De wind zat tegen, hè? Bam, let's go. Ik denk dat het gelijk is. Als ik hem nu... Uh-oh. Uh-oh. Ik moet hem nu in één keer erin, anders heb je gewonnen, denk ik. Of staan we gelijk, of jij staat net op één punt. Als niemand slaat, is te wonder, hoor. Heb ik gewonnen? Bogey. Ja, plus 2. Oh, yo. Ik ben eerst met 28 schoten, Mike 2 met 29, Ryan derde met 34 en Angelo vierde met 35! Applaus voor jezelf, jongens. Applaus voor jezelf. Nog één? Nee, nog één voor mij. Jawel. Nee, nog één, 9. Nee, we gaan er niet nog één. Het is afgelopen, het is klaar. Kijk maar. Winner, winner, chicken dinner. Check het out. Ah, dat is hier. In ieder geval, ik ga hierbij wel deze video afsluiten. Het was weer een gekkenhuis. Dus mocht u hebben genoten, ram natuurlijk als elkaar. Dat blijkt me straks super gaaf. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Check Ryan uit, check Angelo uit, check Mike uit. En tot de volgende keer. Doei. 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 Bye bye.